Hallo iedereen, mijn naam is Leni en het is opnieuw Nieuwe Maan. Vandaag woensdag 20 september 2017 om 7:30, dus 7:31 om exact te zijn. Op dit moment staan zowel zon als maan in het teken Maagd. Nu na de middag vandaag, deze woensdag, gaat de zon door naar weegschaal, het teken weegschaal. Dus we komen eigenlijk uit het teken Maagd, een aardeteken. En daarvoor hadden we leeuw, hè, in eind juli en augustus. Ik ga het even kort overlopen. In het teken leeuw hadden we de maans- en de zonsverduistering en de veelbesproken leeuwenpoort. Hè. En daar hadden we vooral die doorbraak, hè, met dat vuurteken en die kracht. Die sterke mannelijke energie, die stond voor doorzetten, vooruitgaan, keuzes maken. We kregen ook de kans om duidelijk onze weg te zien. Ook te beseffen dat het oude niet meer bij ons past en dat we ons volledig kunnen losmaken van alles wat ons eigenlijk in het verleden heeft tegengehouden of belemmerd. En dat we nu echt de kans krijgen om te doen wat goed voelt, wat echt bij ons hoort. En de afgelopen 4 weken stond de zon in teken Maagd. Een aardeteken, zoals ik al zei. En dat zou eigenlijk wat meer rust brengen. Al hebben velen onder ons daar waarschijnlijk niet echt iets van gevoeld. Heeft ons wel stevig met de voeten op de grond gezet. Er moest een bepaalde orde in de chaos komen. Dingen moesten echt concreet worden aangepakt. En daar konden we niet omheen. Dus de afgelopen maand was belangrijk om meer stabiliteit te vinden. Om uiteindelijk meer rust te vinden. Daar gaan we gelukkig wel naartoe. Eerder een beetje een evenwicht tussen de chaos en de rust. Hè? De rust vinden in de chaos. En we sluiten deze periode dus nu af met nog eens de nieuwe maan in teken Maagd. Nu, ik zei het daarnet al, alles draait eigenlijk om evenwicht vinden, om balans vinden. En ik plaatste afgelopen weekend al een tekst op mijn Facebookpagina. Hierover, omdat naar mijn gevoel die energie toen al enorm aanwezig was. Nu, de afgelopen tijd hebben we heel veel in ons hoofd geleefd. Ons denken was volop aanwezig. En ons lichaam laat ons weten dat het belangrijk is dat we terug met onze aandacht naar onze buik gaan. Dat ons buikgevoel weer helemaal aanwezig is. Dat we dat evenwicht vinden tussen ons denken en ons buikgevoel. Misschien heeft dat bij sommigen wat geleid tot buikklachten en dergelijke. Dat is gewoon ons lichaam dat ons laat weten van aandacht even naar beneden. Dat is belangrijk. Zorg dat je volledig met je aandacht in je lichaam aanwezig bent. Niet alleen in je hoofd, maar ook laat je buikgevoel ook wel spreken. De afgelopen week waren er best wel wat spanningen, vond ik. Vooral in contacten, wat dan weer leidde tot conflicten en discussies. Misschien ook ruzies. Maar dat was eigenlijk onze eigen kracht, ons eigen zijn als het ware, dat naar buiten wilde, dat zich wilde laten zien. En de komende weken is communicatie ook heel erg belangrijk. Het is dus belangrijk dat we anderen laten weten wat voor ons kan en wat niet kan. Dat we onze grenzen stellen en dat we dus ook duidelijke taal spreken. Nu, afgelopen weekend, vooral vrijdag en zaterdag, merkte ik al heel veel licht. Hè? Ik noem het licht als een energie, een helende energie voor mij. Alles wat er afgelopen weekend is gebeurd, had eigenlijk een helend effect op de situatie. En dat is ook een beetje waar we de komende maand naartoe gaan.
De afgelopen week of weken waren misschien niet echt makkelijk, omdat we vooral van het ene uiterste in het andere konden gaan. Het ene moment was er enorm veel rust aanwezig, het andere moment ging de energie heel strak staan, waardoor we ons heel erg gespannen konden voelen of overweldigd door een bepaalde situatie. Dus, en zo was het op vele vlakken, van het in extremen, van het ene uiterste in het andere. En dat brengt mij dan uiteindelijk naar het teken weegschaal, hè, waar we nu naartoe gaan. Het is eigenlijk belangrijk dat we beide uitersten ervaren, voordat we dat evenwicht kunnen vinden. Door die twee uitersten te ervaren en daarmee om te gaan, kunnen we gaan helen, gaan genezen. Kunnen we alles samenbrengen en kunnen we een punt vinden in onszelf waar alles eigenlijk mooi met elkaar samenloopt. Het is een beetje een slinger die extreem links en rechts gaat en die wat rustiger wordt en ergens een punt vindt waar het misschien af en toe nog wat schommelt of golft, maar waar het wel een heel stuk stabieler voelt, hè, waar de situatie stabieler wordt, waar het rustiger wordt. En dat helpt ons ook om onszelf te vinden. Dus alles draait hier eigenlijk om heling, om evenwicht vinden. Want eens dat je die balans hebt bereikt, dan heb je eigenlijk alles losgelaten en dan ben je één met jezelf. Ben je eigenlijk heel, hè? Een heling komt daarvan. Hè? Dan ben je één, dan ben je heel. Nu, die extreme golven in de energie, die hebben dus eigenlijk een genezend effect. Misschien iets om te onthouden. Als je dat nog ervaart de komende weken, weet dan dat het op een of andere manier nodig is. En dat het jou ook verder brengt. Dus laat het gebeuren. Voel dus nooit waar het jou naartoe wil brengen. Maar weet dat er ook meer rust uit voorkomt. Dat het jou in evenwicht brengt. En dat je eigenlijk aan het loslaten bent, dat je aan het genezen bent. Heel belangrijk. Ik heb ook al de Osho Zen Tarot gelegd voor deze opname. Ik heb het iets uitgebreider gedaan. Ik heb een aantal puntjes genoteerd die ik toch wel graag even zou willen vermelden. Ten eerste valt mij op dat er nog altijd een enorm tekort is aan zelfliefde en zelfvertrouwen. En dat heel veel mensen daarmee toch wel worden geconfronteerd. Dat het heel erg moeilijk is toch nog voor ons om ons hart volledig open te zetten in alle vertrouwen. Maar heel erg belangrijk voor mij is dat er wordt aangegeven dat het ergste voorbij is. Er is een soort van patroon doorbroken, omdat we de laatste tijd wel wat afstand hebben kunnen nemen van een situatie en van dat we kunnen kijken van wie zijn we nu eigenlijk en hoe komt het dat we in zo'n situatie verzeild geraken. Dus de overtuigingen die ons belemmerd hebben in het verleden, waarschijnlijk vooral in relaties zal je dat merken, we worden ons daar echt wel bewust van. En dat vind ik bijzonder. Ik vind dat heel fijn om te merken. Dat mensen daar toch wel inderdaad zich bewust van worden. En dan maakt dat we daar anders mee gaan omgaan. Hè? Wat er voor mij ook wel aan het veranderen is, is het beeld dat we hebben over geld en materie. Het succes hebben. Al die dingen waarvan we dachten dat we het nodig hadden om het gevoel te hebben dat we iets waard zijn in deze maatschappij. Dat we ertoe doen, dat we iets betekenen. Dus dat beeld, waar we vele jaren misschien hebben mee geleefd, dat laten we nu toch wel wat meer los. Dus dat oude beeld, we beseffen dat dat ons niet verder brengt. Dat ons dat eigenlijk alleen maar klein houdt. Dus we hebben de behoefte om onze vleugels uit te slaan. En alles wat er rondom ons gebeurt. Of, we zijn niet meer zo bezig met wat anderen van ons denken. Wat anderen van ons verwachten. En dan maakt dat er heel veel stress wegvalt. En dat we dus veel makkelijker kunnen gaan doen wat we graag doen. Nu, dat komt eigenlijk voort
Het feit dat er ook meer evenwicht komt tussen het vrouwelijke en het mannelijke deel in onszelf. En dus ook in relaties, want daar is ook het mannelijke en het vrouwelijke aspect aanwezig. Dat noemt men dus polariteit. Hè? Je hebt de minpool en de pluspool. En we gaan van het ene naar het andere. Maar beide zijn nodig om een evenwicht te vinden. In dat mannelijke en vrouwelijke stukje beseffen we dat we eigenlijk toch wel heel erg hetzelfde zijn. Het mannelijke en het vrouwelijke ontmoeten elkaar veel meer. En we beseffen ook dat we elkaar nodig hebben. Nu nog even voor alle duidelijkheid. Iedereen heeft een vrouwelijk en mannelijk stukje in zich. Dus we hebben dat allemaal in onszelf. Maar in relaties, eender welke relatie, hebben we ook altijd een mannelijke en een vrouwelijke energie. Dus door het accepteren van die verschillen, het ervaren van die verschillen, en ja, merken we dat we elkaar eigenlijk gewoon heel erg kunnen aanvullen. In plaats van tegengestelden, ontmoeten we elkaar ergens in het midden. En ja, merken we steeds meer dat we eigenlijk één geheel kunnen vormen als we dat mooi in elkaar kunnen passen. Dus dat, ja, dat begint stilaan toch wel heel duidelijk te worden. Dat dat voor heel veel mensen anders begint aan te voelen. Dus ook iets heel erg positief, vind ik. Ik merk ook dat steeds meer mensen vooral vanuit hun vrouwelijke kant, aan het loslaten zijn. Dat gaat vooral om controle loslaten. Meer bij zichzelf komen. Meer met de stroom kunnen meegaan. De angst voor de toekomst, dat is er nog altijd een beetje. Maar toch hangt daar minder stress rond. Het is logisch dat je nog altijd een beetje bezig bent met wat komt er nu of wat brengt het met zich mee. Dat is ook eigen aan de energie van dit moment. Hè, dat alles nog redelijk onduidelijk is. Het is een beetje alsof dat je door een donkere periode bent gegaan. Een beetje doelloos, niet wetende waarheen. Een beetje zoekend. En dat alles nu een beetje begint op te klaren. Dat alles toch een beetje helderder wordt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je meer vertrouwen krijgt. We zitten dus als het ware een beetje in een schaduw. Hè? Er is wel al licht, maar er is ook nog een beetje donker. Dus alles is nog niet helemaal helder en warm. Maar het zit er wel in. Dus ik merk een ommekeer. Echt wel op dit moment. Ik krijg daar ook heel veel vragen rond. En daardoor merk ik dat natuurlijk. We hebben ondervonden dat uiteindelijk wel dingen zich steeds blijven herhalen. Hè? Dat bepaalde situaties, dat we daar altijd maar opnieuw in terechtkomen. Bepaalde relaties misschien ook. Maar aan het einde van het verhaal merken we dat we dan terug op hetzelfde punt terechtkomen en dat we eigenlijk niet vooruit gaan. En dat we dit eigenlijk enkel kunnen veranderen als we anders in het leven gaan staan. Als we anders naar onszelf gaan kijken. Meer, hè? Die zelfliefde, het is misschien een beetje cliché, maar als we voor onszelf zorgen, dan gaan we het ons ook gewoon onszelf gewoon gunnen. Het geluk en gewoon makkelijkere situaties, makkelijke relaties en contacten. Dus relaties zijn echt aan het veranderen en het dringt tot ons door dat de oude manier dat die niet meer werkt. Nu, dit komt door een stukje healing dat al heeft plaatsgevonden. Hè. Er is heel veel gebeurd de afgelopen maanden. We merken dat misschien nog niet direct, maar dat wordt wel duidelijk. En dat komt door die balans waar ik het eerder al over had. Hè. De tegengestelde gevoelens die we hebben ervaren. Bij velen zijn die oude wonden nog niet helemaal genezen. Hè. We hebben heel wat meegemaakt. In onze jeugd misschien, in bepaalde relaties. En ja, dat zit daar nog ergens diep binnen in ons. Maar die nieuwe start, die is wel al gemaakt. Dus dat is heel belangrijk voor mij. En dat evenwicht, dat is al iets meer aanwezig. Dus we zijn allemaal op goede weg. En we lijken allemaal mooi te kunnen vertrouwen op die energie. Dus dat is heel fijn om te zien. Maar het is voor sommigen toch nog beetje moeilijk om naar binnen te gaan, om die oude wonden eens te bekijken en gewoon te laten helen. Je hoeft daar eigenlijk niet veel mee te doen. Gewoon
Het besef is er eigenlijk al, dat is al heel veel. Dan ben je eigenlijk al meer dan half weg. En ja, dan ben je op weg naar healing. Nu met deze nieuwe maan. Ja, de nieuwe maan is een nieuw begin. Het is een beetje een periode van stilte. Deze week geeft ons vooral de kans om echt naar binnen te gaan. Die oude wonden misschien eventjes aan te raken of te bekijken. Dus het is echt een periode van stilte op dat vlak. Nu, waar leidt dit ons eigenlijk naartoe? Dat is echt dat we aandacht gaan besteden aan onze passie. Aan hetgene waar we ons goed bij voelen. Hetgene waar we goed in zijn. En dat we actie gaan ondernemen. Hè? Dat we dingen gaan doen om daar effectief iets van te maken. Nu, we zijn september. De herfst komt eraan vanaf de 22e. Velen zijn wel moe, overwerkt misschien, heel veel te verwerken gekregen. Ook nog misschien in situaties beland de afgelopen maanden die dan toch niet bij ons pasten. En ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje een gevolg geweest van het feit dat we nog niet helemaal naar onszelf konden luisteren. Dus er komt nog een periode aan van oververmoeidheid. Misschien burn-outs en dergelijke. Hangt ook een beetje samen met de herfst. En ook het feit dat september een zuiveringsmaand is. Want daar kan je meer over lezen op mijn website. Nu, ik krijg bij deze nieuwe maanden seleniet. Het is een beetje een hulp om opnieuw contact te maken met alles rondom ons. Met het universum, met nieuwe energie. Het is ook een engelensteen. Je hoeft niet specifiek met engelen bezig te zijn. Dus het is seleniet die kan ons gidsen, ons de weg tonen, ons helpen op allerlei vlakken. Hè? Dus seleniet brengt vooral licht, ruimte. Het verzacht de pijn, vooral de emotionele pijn. Het helpt ook om te verwerken. Dus zeker gebruiken tijdens healing of meditatie. En voor mij nu ook op dit moment belangrijk, het helpt jou ook om sociale contacten, om jouw contacten schoon en rein te houden. Seleniet brengt je echt helemaal bij jezelf. Ook heel erg belangrijk, het helpt jou ook om wat meer te genieten, om wat plezier te hebben in het leven, om wat speelser te zijn, om echt alles ook wat los te laten. En zoals daar straks gezegd, ook om echt die controle volledig los te laten en te vertrouwen. Ik kan ook meer lezen op mijn website over seleniet. Dus dat is het een beetje voor deze nieuwe maan. Als je graag nog eens de stukjes leest die ik de afgelopen weken heb geschreven, dan kan je die vinden op mijn Facebookpagina, Kracht van Licht. Je kan ook meer lezen over kristallen en edelstenen op mijn Facebookpagina, Kracht van Kristallen. En natuurlijk ook op mijn website www.krachtvanlicht.be kan je meer lezen over consulten, healing, relaxatie en dergelijke. Dus mocht je meer willen weten over je eigen proces, dan kan je mij via die weg ook altijd contacteren. Nu, ik wens jullie vooral een rustige nieuwe maand toe, een rustige week. Een fijn begin van de herfst. Geniet ervan en ik hoor of zie jullie zeker en vast binnen 2 weken bij de volle maan. Tot dan, dag!